Hallo, welkom bij taalklas.nl, het programma om Nederlands te leren. 12 afleveringen lang krijgt u van mij Nederlandse les. En net als in de vorige serie taalklas gaan we weer heel veel oefenen. Maar er is meer. U kunt nu namelijk ook oefeningen maken op internet. Maar daar vertel ik u aan het einde van deze aflevering meer over. We beginnen met een filmpje. Kijkt u mee? Hey, hallo. Ik ben Fred. Ik ga naar huis. Hier woon ik. Ik woon in een huis. Kom maar mee, kom kijken. Ik zet mijn fiets even tegen de muur. Zo. Dan gaan we even naar binnen. Hé, de deur is open. Ga maar mee. Dit is de kapstok. Jet, ik ben thuis. Dit is de huiskamer. Dit is mijn bank. Oh. En dat is Jet. Jet woont hier ook. Hallo. Wat doe jij op de tafel? Waarom zit jij niet op de bank? Een muis. Een muis in de doos. Er zit een muis in de doos. En waar? In de doos. Ja, waar dan? Onder de kapstok. Onder de kapstok? Er zit een muis in de doos onder de kapstok. Oh, en in die doos zit die muis? Ja, een hele vieze muis. Stond daarom de deur open? Ja. Nou, pak die doos. Die muis die moet weg. Die doos. Nou, die muis is er niet hoor. Niet in deze doos. Nee, kijk maar. De doos is leeg. Naar buiten. Die muis is door de deur naar buiten. Nou, Jet, kom voor die tafel. Kom bij me op de bank zitten. Is de deur dicht? Ja, de deur is dicht. De doos is leeg. En de muis, die is weg. Nou, en ik? Ik ben lekker thuis. Ik moet nog koken. Ik heb nog niet gekookt, dat ben ik helemaal vergeten. En dat komt natuurlijk door die muis in de doos. Nou, dit is de keuken. Ik kook in de keuken. Hier kook ik het eten in. Jet, ja? Kan ik nog even douchen? Ja hoor, dat kan. Ik ga nu het eten koken. Ik ga naar de badkamer. Kom maar even mee. We gaan naar boven. Dit is de trap naar boven, de trap naar de slaapkamer en naar de badkamer. Hier is mijn slaapkamer. Dit is mijn bed. Ik slaap op dit bed. Ik slaap in deze kamer. Ik laat je de badkamer even zien. Dit is de badkamer. Dit is de douche. Dit is het bad. Koud water, warm water. Nou, nu ga ik douchen. Met zeep en water en een handdoek om af te drogen. Nou, ga maar even naar beneden. Ga maar op de bank zitten of zo. Vandaag bij me in de studio 3 cursisten, namelijk Jamel, Doré en Idris. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben meegekeken naar het filmpje. Jamel, toevallig last van muizen in huis of niet? Nee, niet echt? Nee. Oké. Okay. Hey, kan je mij vertellen hoe jouw huis eruit ziet? Hoeveel kamers heb je bijvoorbeeld? Ja, in mijn huis heb ik 2 slaapkamers en 1 woonkamer. En 1 woonkamer, ja. En jij Doré, hoe ziet jouw huis eruit? Ik heb 3 slaapkamers, 1 woonkamer en ik woon op 1e etage. Op de 1e etage. En ook geen muis in huis? Nee, gelukkig maar. Gelukkig niet. We gaan beginnen met de eerste oefening. Doet u mee? Ja. Ik zeg een woord en jullie moeten kiezen welk plaatje erbij hoort. En u natuurlijk ook. Het eerste woord is de muis. De muis. Waar zien we een muis? Op plaatje 1, 2 of 3? Jamel. Zeker, in de 2e plaats. Op het 2e plaatje. Ja, je ziet, dat is hartstikke goed. Weet je toevallig ook wat op de andere plaatje staat? Wat zie je op plaatje 1? Er staat 1 muur. Ja. En in de 3e een doos. Ja, zo zie je een doos. Nog één voor jou, Jamel.
Ik zeg de huiskamer. Welk plaatje hoort daarbij? De? De huiskamer. In de derde plaats. Het derde plaatje. Ja. Ja, is helemaal goed. De huiskamer. Ja. Kan je mij vertellen wat je op plaatje 1 ziet? In de eerste plaats is de slaapkamer. Ja. En in de tweede de badkamer. Ja, hè, de slaapkamer, de badkamer en hier de huiskamer. Doré, de doek. De doek. Op welk plaatje zie jij de doek? De doek zie ik op die tweede plaats. Juist, op het tweede plaatje. Is helemaal goed. En op het eerste plaatje zien we een deur. En op het derde plaatje zien we weer die doos. Doos. De stoel, Doré. De stoel. Op welk plaatje zie je de stoel? De stoel zit op derde plaats. Ja. Op het derde plaatje ziet u een stoel. En weet je, het eerste plaatje? Is gewoon doekje. De doek, die hebben we net gehad. Ja. En het tweede plaatje? Is bed. Bed. Is slaapkamer. Slaapkamer. Juist. Ja. Idris. De tafel. De tafel. Ik zie de tafel op de eerste plaatje. Op het eerste plaatje zien we de tafel. Even. En het tweede plaatje? Het tweede plaatje is de trap. De trap, juist. En het derde plaatje, ik zie een stoel. Een stoel, prima. Nog één voor jou, Idris. De kapstok. De kapstok. Ik zie de kapstok op de derde plaatje. Juist. Nummer 3 is de kapstok. Ja. En weet je ook wat je op het eerste plaatje ziet? De douche. Ja. En de tafel. En de tafel op plaatje 2. Prima. Voor jou, Doré. De muur. De muur. Welk plaatje? Die muur staat op eerste plaatje. Juist. Eerste plaatje is de muur. De muur. En hier op plaatje 2 hebben we het bed weer. En plaatje 3 is die muis. De trap, Doré. De trap. Die trap is op het derde plaatje. Juist. Derde plaatje is de trap. En de andere plaatjes? Op eerste plaatje is een stoel. Ja. Op tweede plaatje is een wc. Prima. De volgende is voor Jamel. De douche. De douche. De douche is in de tweede plaats. Het tweede plaatje is de douche. En die is goed, zoals je ziet. En op plaatje 3 zien we zeep. En weer die doos op plaatje 1. Het bed, Jamal. Het bed. Het bed in de eerste plaats. Eerste plaatje is het bed. En het tweede plaatje? Kan je het zien? Huis. Ja, het huis. Het huis. Het een mooi huis. Hè? Ja, groot huis. Ja, heel mooi groot huis. En plaatje 3, weer die doos. Weer de doos, inderdaad. Doré, voor jou. De deur. De deur. De deur staat op dit derde plaatje. Het derde plaatje. Is de deur? Prima. En hier hebben we de muis. En het eerste plaatje, Doré? Eerste plaatje, als het goed is, is keuken. Juist, dat is de keuken. Ja. Idris, de slaapkamer. De slaapkamer. Ik zie de slaapkamer op het tweede plaatje. Juist. Dit is de slaapkamer. Ja. En het eerste plaatje? Is douche. Juist. En ja, het derde plaatje is een keuken. Is weer de keuken. De laatste 3 zijn voor u thuis. De stoel. De stoel. Op welk plaatje ziet u de stoel? Plaatje 1, 2 of 3? Is het 1, 2 of 3? Idris, zou jij de kijker thuis willen helpen? Waar zie jij de stoel? Ik zie de stoel op het derde plaatje. Op het derde plaatje. Juist. Had u hem ook goed? Nog één voor u. De keuken. De keuken. Plaatje 1. Of misschien wel plaatje 2 of plaatje 3. Ik zie de keuken op de plaatje 3. Ja, je was snel erbij. Plaatje 3 is de keuken, juist. Ja. De laatste speciaal voor u. De wc. De wc. Doré. Of misschien Idris. Help jij de kijker thuis maar. Ik zie de wc op plaatje 2. Plaatje 2. Hebben we de wc? Prima. Ja. Had u hem ook goed? Het is nu in ieder geval tijd voor de volgende oefening. Als ik ga eten, wat heb ik dan nodig? Ik zie 3 plaatjes. Wat heb ik nodig als ik ga eten? Jamel. Als je gaat eten, heb je de stoelen in de derde plaatsen.
En de tafel in de tweede plaats. Op de tweede plaats. Hè? Een tafel en een stoel is toch wel heel makkelijk als je gaat eten. Ja. Kan ook op de bank, maar een tafel is wel zo makkelijk, toch? Ja. Wat is er in een huis? Noem twee plaatjes, Doree. Twee plaatjes. Wat is er in een huis? Op eerste plaatje is douche. De douche. En die tweede plaatje is slaapkamer. De slaapkamer, ja. Juist. Hè? De badkamer en slaapkamer vind je in huis. Ja hoor. Prima. Voor jou, Idris. Wat is er in een badkamer? Welke plaatjes? Wat kan je vinden in een badkamer? Ik kan douche vinden in een badkamer. Hè? Plaatje 1 zien we een douche. Plaatje 1, ja. En plaatje 2 is zeep. Een zeep is ook meestal wel te vinden in een badkamer. Ja. Hè? En een trap is niet zo gebruikelijk in een badkamer, toch? De volgende. Wat is er in een slaapkamer, Idris? Wat kan je vinden in een slaapkamer? Ik vind een bed in een slaapkamer. Ja, die in ieder geval. Ja. Maar nu? En nog een stoel soms. Ja. Een stoel in de slaapkamer? Stoel, ja. Heb jij een stoel in de slaapkamer staan? Ja, maar eigenlijk niet. Eigenlijk niet? Maar die, die zeep is pas niet toch bij de slaapkamer? Nee. Maar soms ligt er ook zeep in de slaapkamer natuurlijk. Nee. Dat niet? Nee, dat doen we niet. Bed, dat natuurlijk. Een bed sowieso. En een stoel? Zullen we eens kijken? Ze bedoelden een stoel. Een stoel en een bed zijn vaak te vinden in de slaapkamer. Ja. En misschien bij jullie ook nog wel een stukje zeep. Deze is speciaal voor u. Wat is meervoud? Wat zijn er twee? Noem twee plaatjes. Waar ziet u er twee op? Plaatje 1, 2 of 3? Idris, zou jij de kijker thuis weer even willen helpen? Plaats 1 en 3. Plaatje 1 en 3. Zie je twee deuren? Ja. En wat zie je op plaatje 3? Twee stoelen. Juist. Nog één voor u. Wat is er in de huiskamer? Noem weer twee plaatjes. Dus wat is er in de huiskamer? Plaatjes 2 en 3. Plaatje 2 en 3. En 3 volgens Idris. En dat heb je helemaal goed. Had u hem ook goed? Tijd voor de volgende oefening. Geef het goede antwoord. Jet is bang voor de muis. Is dat goed of is dat niet goed? Doree? Ja, is goed. Jet is inderdaad bang voor de muis. Juist, ja. Jet is inderdaad bang voor de muis. Hè? Ja. Ze zit niet voor niks boven op de tafel. Ja. Fred kookt het eten. Idris. Fred kookt het eten. Is het nou goed of is het niet goed? Is het niet goed? Die vrouw kookt. Ja, he, die vrouw kookt het eten. En Fred is een mannennaam, hè? Dat was een man. Weet jullie ook hoe deze vrouw heet? Jet. Jet. Ja. Geen Fred, maar Jet. Ja. Dus Fred kookt het eten, dat is niet goed. Ja. Jamel, in de badkamer is een douche. Is dat goed of is dat helemaal niet goed? Dat is helemaal niet goed. Is helemaal niet goed. Nee. Sorry. Ja, is een douche. Is het wel goed? Ja, is wel goed. Ja, in de badkamer is een douche, hè? Hij staat eronder. Ja, staat gelukkig nog niet aan, maar hij is er wel in de badkamer. Ja, ja. Sorry. Ja. Nu nog twee oefeningen voor u thuis. De eerste. De doos staat onder de kapstok. Is dat goed of is dat niet goed? De doos staat onder de kapstok. Doree. Ja, is goed. Is goed. Ja. Juist, ja, hierboven zie je de kapstok en de doos, die staat daaronder. De kapstok is in de keuken. De kapstok is in de keuken. Is dat goed of is dat niet goed? Jamel. Is niet goed. Is niet goed. De kapstok zit in de gang. In de gang, hè? In de hal waar je binnenkomt. Ja. De keuken ziet er toch iets anders uit, denk ik. Ja. Toch? Hey Jamel, hoe doe je dat aan het einde van de dag? Je hebt heel de dag hard gewerkt misschien, dan kom je thuis. Wat ga je dan doen? Ja, eerst ga ik douchen. Ja. Ja. En daarna ga ik lekker zitten om eten te wachten. Ja, daarna eet ik met mijn vrouw en misschien kijk ik televisie. Ik kijk televisie. Ja. En jij Idris, hoe gaat het bij jou? Wat doe jij? Als ik thuis kom. Eigenlijk, ik werk met Cinec. Ik zet tv aan eerst, kijk naar wat er in de wereld gebeurt, nieuws luisteren. En daarna gaan eten. Ja, ja. Hey,
Het volgende liedje gaat over dat iemand thuis komt. En ik denk dat jullie er heel veel van zullen herkennen. Kijkt u mee? Het is 5 uur, ik ga naar huis. Hij gaat naar huis, hij gaat naar huis. Het is 5 uur, ik ga naar huis om lekker uit te rusten. Ik woon in een leuke buurt. Een leuke buurt, een leuke buurt. Ik woon in een leuke buurt. Een buurt met fijne buren. Pak mijn sleutels uit mijn zak. Uit zijn zak, uit zijn zak. Pak mijn sleutels uit mijn zak. En de deur gaat open. Bada 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 badam. Ik geef mijn vrouw een dikke zoen. Een dikke zoen, een dikke zoen. Ik geef mijn vrouw een dikke zoen. En ga mijn krantje lezen. Zij kookt dan de aardappels. De aardappels, de aardappels. Zij kookt dan de aardappels. Dat doet zij in de keuken. Ik heb zo'n honger, ik val flauw. Hij valt flauw, hij valt flauw. Ik heb zo'n honger, ik val flauw. Laten we gaan eten. Bada 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 badam. Ik help bij het afwassen. Het afwassen, het afwassen. Ik help bij het afwassen. Ik laat nooit iets vallen. 'S avonds ben ik lekker thuis. Lekker thuis, lekker thuis. 'S avonds ben ik lekker thuis. We kijken dan naar voetbal. Lingo. Nee, naar voetbal. Lingo. Het Nederlands elftal speelt. Wel leuk filmpje, hè? Toch? Tijd voor de volgende oefening. Kies het goede woord. Jamel, je ziet hier een zin. Ik, puntje, 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 in een huis. Hieronder staan 3 woorden. Wc, woon en tafel. En 1 van die 3 woorden moet op de stippellijntjes komen te staan. Ja, ik dacht dat het goede woord is de tweede, wonen. Ik woon in een huis. In een huis, ja. Prima. De volgende voor jou, Doré. Ik, puntje, puntje, het eten. En de woorden zijn muis, badkamer en kook. Welk woord moet op de stippellijntje staan? Ik kook. Ik kook. Het eten. Het eten. Ja. Prima. Idris. Ik, puntje, puntje, mijn handen. Was, keuken of water? Ik was mijn handen. Ik was mijn handen. Prima. Nog één voor jou, Idris. Ik, puntje, 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 mijn sleutels. Zeep. Pak of misschien wel kapstok. Ik pak mijn sleutel. Ik pak mijn sleutels. Prima. En deze zijn weer speciaal voor u. Ik, puntje, puntje, de pan af. En u kunt kiezen tussen de volgende woorden. Doek, doos of was. Dus ik, puntje, puntje, de pan af. Welk woord ik moet op de stippellijntjes? Ik was de pan af. Ik was de pan af. Af. Juist. Idris heeft hem alweer gezegd. Goed zo. Had u hem goed? Nog één. Ik, puntje, puntje, op de bank. Zit, huiskamer of tafel. Dus ik, puntje, 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 op de bank. Zit, huiskamer, tafel. Doré. Ik zit op de bank. Ik zit op de bank. En die was er weer goed. Ik heb nog zo'n soort oefening. Kijkt u maar mee. Kies het goede woord. We hebben 3 zinnen. Ik, puntje, puntje, een muis. Ik, puntje, puntje, naar de wc. En ik, puntje, puntje, de deur open. En hier staan 3 woorden. Ga, doe en zie. En deze 3 woorden moeten hier op de stippellijntjes komen. Jamel, de eerste 3 zijn voor jou. Ik, puntje, puntje, een muis. Welk woord zou je op de stippellijntjes willen zetten? Ik zie een muis. Ik zie een muis. Goed. En ik ga naar de wc. Ik ga naar de wc. Ook al goed. Ik doe de deur open. En ik doe de deur open. Prima. Doré. We hebben weer 3 zinnetjes. Jij, puntje, puntje, je jas aan. Jij, puntje, puntje, het eten. En jij, puntje, puntje, in een huis. En de woorden zijn woont, doet en kookt. Nou, de eerste zin. Jij, puntje, puntje, je jas aan. Welk woord moet hier op de stippellijntjes, denk je? Jij doet je jas aan. Jij doet je jas aan. Jij kookt het eten. Jij kookt het eten, ook al goed.
Jij woont in een huis. En jij woont in een huis. Prima. Ja. De volgende zijn voor u thuis. We hebben de zinnen wij, puntje, puntje, de trap op. Wij, puntje, puntje, op een bed. En wij, puntje, puntje, op de bank. En de woorden zijn slapen, lopen en zitten. Nou, wij, puntje, puntje, de trap op. Welk woord zou daar moeten staan? Slapen, lopen of zitten? Idris, wil jij de kijker thuis helpen? Wij, puntje, puntje, de trap op. Wij lopen de trap op. Wij lopen de trap op, juist. De tweede voor u thuis. Wij, puntje, puntje, op een bed. Wij slapen op een bed. Wij slapen op een bed, juist. En de laatste weer voor u. Wij, puntje, puntje, op de bank. Wij zitten op de bank. Juist, wij zitten op de bank. De laatste oefening is een beetje lastig. U moet namelijk een beetje puzzelen. Kijk er maar mee. We hebben de zinnetjes. Ik droog af. Ik loop. Jij pakt in. Jij zit. Wij dekken. En wij wonen. Dan hebben we ook nog woorden. Doos. Huis. Bank. Doek. Trap. En tafel. En deze zinnen hebben alles te maken met deze woorden. Ik zal er eentje voordoen. Bijvoorbeeld, ik droog af. Nou, waar kan je mee afdrogen? Met doek. Een doek. Dus die twee horen bij elkaar. Jamel, doe jij de volgende eens als je wil. Ik loop. Op trap. De loop. Trap. Gaan we eens kijken of ja. Die goed is. Hm? Ja, en je kan de trap oplopen. Ja. Doré, jij pakt in. Jij pakt in de doos. Ja, hè, je kan spulletjes inpakken en in de doos stoppen. Ja, dat doen precies. We inpakken. Ja. Juist. En Idris, jij zit. Nou, waar kan je op zitten? Jij zit op de bank. Jij zit op de bank. Juist. En de laatste twee zijn voor u. Wij dekken. Wij dekken. Waar hoort het bij? Hoort bij tafel. Wij dekken tafel. De tafel. Juist. Weet je ook wat dat is? Ja. Kan je uitleggen wat dat is? De tafel dekken. Tafel, je gaat stof op de tafel zetten. Ja. En je legt een tafelkleed op de tafel. Tafelkleding, ja. Borden, hè, bestek, ja. Klaarmaken om te gaan eten, juist. Ja. En de laatste, wij wonen. In een huis. In een huis. Ja, wij wonen in een huis. En dat was hem alweer. Hoe vonden jullie deze oefeningen? Goed, ja. Goed en makkelijk. Goed te doen, makkelijk ook? Ja, heel makkelijk, maar is goed hoor. Goed, nou, ja. Gelukkig. Als u nu nog meer wilt oefenen, dan kan dat. U kunt dan op internet nog meer oefeningen maken. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze eerste aflevering. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Jamel, Doré en Idris. Fijn dat jullie er waren. Jullie waren goede cursisten. Okay. Ik wil u ook hartelijk bedanken voor het kijken. Ik hoop dat u er iets van geleerd heeft. En wilt u nog meer leren, dan moet u volgende keer gewoon weer kijken. Tot dan!